Hoi en welkom op mijn kanaal. Vandaag heb ik een make-up tutorial voor jullie. Deze keer, ik weet niet. Ik begon eigenlijk met een zomerlook en toen werd het een meer grijs shimmer zilver look. En ik weet niet of dit nog zomer is, maar hey. Ik ben er uiteindelijk tevreden mee, dus laten we snel beginnen. Oké, ik begin eventjes met mijn oogprimer en mijn wenkbrauwen al gedaan. Want ik weet niet, herhaling en zo werd een beetje saai. En vandaag had ik niet echt een idee voor een look, maar ik wil mezelf uitdagen en proberen een zomerlook te doen met het Jeffree Star Cremated palet, want er zitten heel veel donkere kleuren in, dus het leek me een leuke challenge. Ik bedoel, ja, weet je wel, als je deze look mee wilt doen gewoon puur als look, dan zou ik een zomerachtig palet pakken. Maar ik dacht, laat ik mezelf eens uitdagen en proberen een palet te gebruiken met juist wat grauwere tinten, wat donkerdere tinten en daarmee dan proberen iets vrolijks te doen. Want anders zou het leven maar saai zijn als je alles de makkelijke manier zou doen. Dus dat is waar we aan gaan beginnen. Begin weer eventjes met een kleurtje in de crease. Kijk, hier begint dan de moeilijkheid wat dat betreft natuurlijk al. Ik denk dat ik dit trouwens gewoon een make-up challenge ga noemen in plaats van een make-up tutorial. Geen idee. Nou ja, in ieder geval, hier begint dus de moeilijkheid al. Deze kleur, die ziet er best wel... Volgens mij in het eerste filmpje wat ik met dit palet deed, omschreef ik hem geloof ik uiteindelijk als dat het me deed denken aan mummies. Uitgedroogde mummies. Dat is nog steeds wel zo eigenlijk. Het was bij het thema, maar goed. Het wordt een leuke challenge om hier dan vervolgens een zomerlook mee te gaan doen. In ieder geval, ja, zoals altijd, hier zet ik alvast de crease mee, zodat het daar niet gaat creasen. En dit maakt het blenden dadelijk wat makkelijker. Ik heb geen flauw idee welke kleur ik verder ga gebruiken trouwens. Daar komen we nog op terug. Oké, dat hebben we. Dan ga ik daarna door naar een... ik denk dat ik naar een shimmery kleurtje ga, want die ziet er shimmery bruin. Die ziet er namelijk wat warmer uit dan de matte kleuren, dus vandaar dat we daarvoor gaan. Die gaat met een ietsje kleiner kwastje in de buitenste ooghoek. En ook wat in de crease. Niet te diep. Oké, deze is ook wat cooler dan ik dacht. Oké, goed. Ik kan niet garanderen dat dit daadwerkelijk een lente look gaat worden, mensen. En op dit punt weet ik totaal niet hoe dit uit gaat pakken. Oh, tussendoor trouwens over oogschaduws gesproken. Dat nieuwe palet van Urban Decay, dat Naked Ultraviolet of hoe het ook heet, met die paarse tinten. Ik weet niet, ik wil het. Het is een tijdje geleden dat ik daadwerkelijk zoiets had van, ik wil een Naked palet van Urban Decay. Ik weet niet, ik ben, ja... Qua nude paletten ga ik meestal voor Catrice, want die werken ook prima bij mij en die zijn gewoon een stuk cheaper. Ik vind deze ook niet donker genoeg eigenlijk. Ik ga er met een andere donkerdere shimmer bruin overheen. In ieder geval. Ja, nee, echt, dit is een goed geplande look. Punt is, ja, ik heb dus zoiets van... Dat palet van Urban Decay overigens vind ik wel gaaf, want het heeft echt warmere nude tinten. Ik ga eerst mijn wenkbrauwbot trouwens eventjes zetten, want ik heb die hele shimmer nu te hard pak daar. Over die enkele primer heen. Oké, als ik nou eerst mijn gedachten even afmaak. Dat palet van Urban Decay dus wil ik eigenlijk best wel hebben. Dus misschien dat ik die een keertje ga aanschaffen. Verwacht er niet binnenkort een review op. Want ik ben momenteel weer eens een beetje blut. Want dat is normaal bij mij. Maar het ziet er wel echt heel gaaf uit. Het heeft natuurlijk warme nude tinten. En dan ook nog eens een keertje een beetje... Ja, dus die echt die paarse tinten erin. En warme nude en paars, dat zijn toch wel wat van mijn favoriete dingen. Dus vandaar. Goed, nou we dat gehad hebben, ga ik door naar een meer nude kleurtje. Ik zit even te twijfelen over de kwast. Ik denk dat ik eventjes voor deze kwast ga, want die is platter en dikker. Ik veeg hem even af van een face halo, zodat er geen gigantische de primer meer op zitten. En dan ga ik naar een soort van off-white, crème, beige, licht beige, pastellerig shimmer kleurtje. Het is een nude kleurtje, oké. Oh wauw, die is like 10 keer zo wit als dat ik dacht dat die was. Verrassend. Als ik had geweten dat die zo licht was, had ik hem als highlight gebruikt. Hij is wel mooi. Nou ja, goed, dit wordt dus een look met een hele lichte binnenkant van het oog. Apparently. Met hem ook een beetje de crease in, zodat het daar niet ineens ophoudt. Dan trek ik een beetje over die andere kleuren heen en... Oké, ik zie dit nog best wel in een zomerlook veranderen op dit moment. Met het andere kwastje een beetje terugblenden. En dan dat het omhoog blenden.
Ja, dit ziet er eigenlijk beter uit dan ik verwacht had. Dan wil ik het rond mijn oog wel een beetje smoky hebben. Daar ga ik een zwarte oogschaduw voor gebruiken. En op een kort stompkwastje gaat die gewoon, nou ja, weet je wel, daar waar je normaal gesproken eyeliner aanbrengt, maar waar ik nu dus alleen maar dit aanbreng. Ik denk ook dat ik niet voor valse wimpers ga, maar echt, ik weet niet, het is gewoon inderdaad echt een beetje op dat smoky, natuurlijk, nou ja, natuurlijk, meer casual dan gigantische valse wimpers en winged liner. Beginnervriendelijk? Ik weet niet. We kunnen het ook gewoon lui noemen. Nou ja, in ieder geval. Geen liquid liner of gel liner of wat dan ook. Maar alleen deze oogschaduw. En dan ja, wing ik hem eigenlijk een beetje uit. Maar dan zodat het niet een donkere wing wordt, maar meer een fade. Zo zit. Oké, honestly, ik heb een beetje het gevoel dat ik misschien een beetje te ver ben gegaan met alle shimmer in deze look. Want de hele look is echt gewoon mostly shimmer. Dus ik denk dat ik de compensatie ga proberen mijn gezicht maar voornamelijk mat te houden. Ik denk dat dat wel een goed plan is, ja. Om met dat mat te beginnen ga ik eventjes met een concealer die dezelfde kleur is als mijn huid over de gebieden waar ik wat meer dekking wil. Ik wil weer eens geen complete full coverage, dus ik ga weer eventjes hiervoor. Om de een of andere reden beland ik dan meestal nog met volledige full coverage, maar dat negeren we maar eventjes. Dat is hoe het leven soms gaat, maar goed, in ieder geval. Je kan ook een volledige laag foundation doen als je dat prettiger vindt trouwens. Is maar net wat je zelf wil. Oké, verrassend genoeg zijn we geëindigd met zowat een full coverage foundation in de vorm van concealer. Had ik kunnen verwachten, in ieder geval. Ook maar even hier concealer onder mijn ogen. Ik moet zeggen dat het voordeel met trouwens concealer als foundation dan bij mij weer wel het voordeel is dat het, voor mijn gevoel in ieder geval, net als je minder snel vettig wordt. Dus ik breng wel aardig wat poeder aan. Maar ik doe het met een kwast en niet met een poederpuff of wat dan ook. Want ik weet niet. De concealer blijft gewoon überhaupt matter bij mij. Wat prettig is. Dit is trouwens concealer. Oké, wacht. Als ik dan gewoon even een flesje pak. Liquid Camouflage High Covers Concealer van Catrice. Werkt je leuk? Nou, ik heb het idee dat er nog wel genoeg diepte in mijn gezicht te zien is. Dus ik denk dat ik gewoon voor een beetje een perzikkleurige blush ga met een kwast. Waarom staat de kwast die ik wil hebben altijd achteraan? Ik weet het niet. Maar goed, die breng ik op de appeltjes van mijn wangen aan en dan trek ik hem eigenlijk als een soort contour hierheen. Deze, een hele oude van Essence. Volgens mij verkopen ze hem al eeuwen niet meer en ik denk dat ik hem al lang weg had moeten gooien. Maar hij werkt nog, dus ik gebruik hem nog steeds. Doe het er zee, not as you do. In ieder geval, gebruik een veilige, niet antieke blush. Die een beetje neutraal genoeg is, dat als je er een contour mee zet, dat het wel werkt. Weet je wel, dit ziet er nog wel natuurlijk uit. Als je dit nou met een fel zuurstokroze blush doet, dan minder. En deze is mat. Dus ja, dat weet je. Schaduwen zijn meestal mat, dus hou daar ook rekening mee. Dan hou ik het voor highlighter ook even op een behoorlijk natuurlijk highlight. En ik breng er ook gewoon niet te veel van aan, zodat ik gewoon echt, ja, de shimmer voornamelijk bij de ogen hou. En dan eventjes een setting spray er tussendoor. Ik gebruikte deze keer eentje van Morphe die ik een tijdje geleden van een vriendin kreeg. Dat is Continuing Setting Mist Sweet Peach. Er staat geen Sweet Peach, maar echt Sweet Peach. Ik heb geen idee of dat een spelling ding is, of dat een woord is, of hoe dan ook. Die gaan we aanbrengen en dan maken we even de ogen af. Oké, door de geur van die setting spray heb ik nu strek en limonade, siroop en snoepjes. Ik weet niet of dat een pluspunt is. Ik vind het eigenlijk wel een pluspunt, want ik hou van limonade, siroop en snoepjes, dus dat scheelt. Anyway, voor onder mijn oog ga ik voor, ik ga voor een bruine kleur. Niet de zwarte, maar een donkerbruine kleur. Een matte deze keer. Ik had meer matte kleuren moeten gebruiken, ja. Misschien dat ik in de toekomst weer eens een volledig matte look doe. Maar in ieder geval, die komt dus onder het oog met dat dunne kwastje. Eigenlijk om gewoon mijn wimperlijn daar wat te accentueren. En dan zonder extra product op mini fluffy blender. Wat heb ik hiermee gedaan? Oh ja, een crème oogschaduw aangebracht. Oké, afgeveegd kan die er nog mee door. En daarmee blend ik het even een beetje uit dat het geen al te harde lijn is. Zo is dat.
En dan voor de binnenste ooghoek highlight gebruik ik een hele shimmery wit. Zodat het mooi fel is. Oké, wat ik nu ga doen is een beetje een experiment. Maar ik heb het idee dat gewoon door alle shimmer de definitie een beetje zoek raakt. De accu is nog niet leeg van mijn camera. Tussendoor controleren, handig. In ieder geval, ik ga diezelfde matbruine kleur met dat kleine kwastje heel erg proberen te zorgen geen fallout te krijgen. Want ik heb mijn gezicht al gedaan. En daarmee proberen die buitenste ooghoek wat te mattificeren. Je gaat hoe dan ook de shimmer er nog doorheen zien. Ik had gewoon een matte bruine kleur moeten gebruiken in plaats van een shimmery bruine kleur. Maar ik trek het gewoon zo een beetje door. Het wordt er ietsje donkerder van ook, maar het wordt er ook ietsje matter door, waardoor er minder licht reflecteert, want natuurwetten en zo. Waardoor je toch net even wat meer definitie hebt dan wanneer ik het zo zou laten als dat het net was. Even bijblenden met de fluffe blender. Ik weet niet, ik heb toch het idee dat je nu ietsje meer definitie ziet. Misschien dat ik mezelf voor de gek hou hoor, maar ik weet niet of je het op camera kan zien. Maar ik heb het idee in real life dat je hier toch wat meer definitie ziet dan hier. Dus ik ga het ook even op het andere oog doen. Dan, zoals ik al zei, ga ik alleen voor mascara. Ja, camera, dit is een gezicht. Hoe dan ook. Ik ga eens even mijn wimpers krullen. En aangezien iets als Shema bij iedere bestelling gratis mascara's blijft geven. Ik heb er tenslotte nu pas zo'n 10.000 liggen of zo. Ga ik maar eventjes een Isoché mascara gebruiken. Dit is Volume Elixir. En ja, één ding bij de Isoché mascara's. Je hoeft geen gigantisch valse wimpereffect te verwachten meestal. Maar hun mascara's zijn, vind ik, vaak wel, eigenlijk altijd wel behoorlijk natuurlijk. Weet je wel, ze zijn niet klonterig. Dus als je vlak voor iemand zijn neus staat en diegene heeft die mascara op. Nou ja, weet je wel, dan zit het nog steeds goed. Ik moet toegeven dat ik aan de andere kant dan ook weer weinig verschil zie tussen de verschillende types mascara van Yves Rocher. Want deze vind ik dan weer hetzelfde effect geven als bijvoorbeeld die oude sexy pulp mascara van ze. Maar goed, either way, fijne mascara. Dan mijn waterlijn eventjes met Nude. Maar goed, daarom vind ik ook hun mascara trouwens heel fijn om te gebruiken bij valse wimpers. Omdat het dus gewoon, het leidt niet af, het wordt gewoon een ja, een, het separeert de wimpers, waardoor zelfs met valse wimpers het gewoon nog behoorlijk natuurlijk en mooi eruit ziet van dichtbij. Dan gelijk eventjes mijn wenkbrauwen op zijn plek zetten met wenkbrauwplumper. Dan tenslotte lippen. Ik ga voor een roze kleurtje, want dat past bij mijn jurk. Een matte uiteraard om, again, het niet te shiny te maken overall. En dat is de laatste stap. En hier hebben we dan het uiteindelijke resultaat. Ik moet zeggen, ik wou inderdaad dat ik die buitenste ooghoek matter had gehouden. Maar overal denk ik wel dat juist door alle shimmer het nog wel meer een zomerlook is. Want in het licht, het vangt het licht gewoon heel mooi, dus dat scheelt. In ieder geval, ja, ik ben dus uiteindelijk blij met hoe het afgelopen is. Ik hoop dat jullie het een leuke tutorial vonden. Als je het leuk vond, klik dan alsjeblieft de like button, zou me heel erg helpen. En als je meer tutorials van me wil zien, dan kun je altijd abonneren op mijn kanaal. Alle producten die ik gebruikte trouwens zal ik onder het filmpje weer neerzetten in de omschrijving. Je hoeft uiteraard weer niet dezelfde producten te gebruiken voor hetzelfde resultaat. Maar mocht je namen willen weten, kan je het daar vinden. En voor nu is dus altijd heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop jullie verder een hele fijne dag hebben. En hopelijk tot de volgende keer. Doei!